Dat is zo eenzaam. Oh, een huis. Jee. Nee, grapje. Jongens, welkom terug bij een nieuwe video. Onze nieuwe survival. Ik ga hier een vogelverschrikker vandaag maken. En ik moet nog één ding maken voor dat. En dat is... Als ik nou even deze op laat groeien... Dan hebben we daar gelijk geen last meer van. Mooi, dan kunnen wij die weg doen. Hey, doen we wel. Taboe. Oh nee, die wil ik niet op hebben. Die wil ik daar hebben. Want we hebben nog één ding nodig. Eten, dat is het niet. We kunnen wel van nieuw eten er gelijk in stoppen. En we kunnen het eten er binnen een keer stoppen. Want wat ik graag even nog wil maken is een lever. Is een lever. Wat ik altijd raarst vind, is dat als je een lever ziet, dat je hem zo denkt, dat je hem zo moet maken. Maar dat is dus andersom. Ik want dat... Het kei zit bij omhoog en de stok zit omlaag. Maar waarom moet je het dan zo maken? Of ze maken het andersom? I don't know. Maar ik vind het gewoon raar. Het is gewoon vreemd. Maar ik heb vandaag nog een kwartiertje. Want het is al 10:10. Ik moet morgen weer naar school. Dus. Holy cockaroli. Oké, dat is goed. Groene wol kan je simpel maken. Deze heb ik even met de schaar gedaan. Gezocht. Hier moet je handjes aan. Niet aan zijn hoofd. En dan moeten we deze dus even breken. Waar is die andere? Wat heb ik er net nog tegen gemaakt? Oh. En die moeten we dan even breken. Oké, dan de hoed. Ja, ja. Wat we eerst even moeten doen is dit. De cape, ik heb eentje te veel gemaakt. Dan, ja, dit wordt nog wel lastiger. We moeten het draad goed eromheen wikken. Die moeten zelf weg. Dus die heeft eigenlijk ook helemaal geen nut. Dan gaan we hier even omhoog. We hebben natuurlijk een hele hoed. Shit! Oh nee. Dat kan ik echt niet maken. Ik wil dat niks kapot gaat. Hoe kan ik dan nog één draad over hebben? Oh ja, ik had eigenlijk mijn 8 nodig. Nou, dat is hem. Hopelijk vinden jullie hem leuk. Ik vind hem in ieder geval wel leuk gemaakt. Alleen nu hebben we nog 2 groene vandalen. En die kunnen we best wel even hier neerzetten. Boom, boom. Ik heb niet de hele tijd de tijd, want ik moet om 15:15 naar bed. En het is nu 15:55. Dus we hebben nog ongeveer een kwartiertje. Dan moet ik wel eens nog een... In bad gaan en dan moet ik naar bed. En morgen ga ik naar school en dan ga ik tegen een hommetje. Ga ik het uitmaken en dan kan ik een kindje anders. Ik heb meer liefde voor je met alles. Maar ik ga het niet zo doen. Het is wel zo goed te gedaan. Ja, ik heb veel verkeering gehad. Ik heb 5 mensen gehad. Zou je zeggen met wie ik nu heb? Ik heb nu met Kinsey. Een meisje dat sommige kinderen mijn klas wel kennen. Ik heb er pas wel een keer van gehoord.
En dan kunnen we hier zo omhoog. En hier komt ook nog een farm. Alleen, ik ben mijn ding weg. Ik ben mijn ding kwijt. Wat hout gaan pakken. Deze video wordt niet echt heel erg lang. Deze video wordt echt maar iets van 10 minuten of zo. Waarom liggen hier allemaal bosjes? Blaadjes. Ik heb oh ja, daar komt er ook nog wat blaadjes heb gehakt. Maar die zitten allemaal nog te boven. Kom eens naar beneden. Kom eens naar beneden. De vorige video, jullie weten wat de titel is, ik ook, was dit is een mooi huis, deel 1, dit is een mooi huis, deel 2, en er komen nog meer delen, want het huis is nu ook super belangrijk. Zo, en hier komen nog allemaal dingen. Zo, en zo. Die weg, en dan gaan we hem mooi versieren. Leuk. Nou, ik vind het super mooi. Leuk. Ik ga vandaag echt niet veel doen. Het is echt gewoon een korte video. Gewoon even een samenvatting video. Wat ik allemaal heb gemaakt. Ja, het is een video. Ik wil nog wel mooie decoraties erbij maken. Hoe kan deze nou zo? Had ik deze? Ik moest de goudtak om deze te maken. Had ik deze niet in mijn inventory? Oh, Nick toch. Oh, Nick toch. We hebben echt niet veel meer. We spelen echt nog maar 19. Maar ja, dat betekent dat we een andere farm even leeg moeten plukken. Maar als we hier omhoog moeten, dan raken we de bosjes. Dus dan heb ik eentje. We hebben de farm, dus dan heb ik eentje los gedaan. We hebben echt precies genoeg. Alleen nu moeten we wel hier een gatje maken en hier een gatje maken. Huh. Oké, een glitch in Minecraft. Komt niet vaak voor. En ik heb het meegemaakt. Leuk, hartstikke leuk. Nee, niet leuk. Hartstikke eng. Gevaarlijk. Vies. Nee. Ik heb echt nog leuke ideetjes bij dit. Dit is nog lang niet klaar. Zo. Ja. Of moet hij echt heel voorzichtig zijn op en dan breken we het. Mag iets gebeuren. Ik ga echt zo'n automatic. Zo'n waterding maken waarmee je automatisch iets water kan pakken. Kunnen we het beter even hier doen? Gewoon een klein plasje. Niet iets bijzonders. Niet dat wat uit dat ding komt. Wat de mannen doen. Maar een plasje zoals een regenplasje bijvoorbeeld. Dit is even zo. Dan pakken we het en dan blijft het gewoon. Maar als je het te snel doet, te veel bekers tegelijkertijd, dan doet hij het niet meer. Want ik wil hier nog een leuk meertje gaan bouwen. Waar zo weer van aan door.
Dat ding is helemaal niet meer nodig. Want heb je dat al. Nou, wat me nu lijkt om het nog even dieper te maken. Iets van 2 dieper. Dat we daar allemaal onderwaterse dingen bij gaan maken. En daarna ga ik stoppen. Mama? Nog 5 minuten. Dan ben ik klaar. Morgen ga ik gewoon weer video's opnemen. Misschien. Sowieso morgenavond. Dat beloof ik jullie. Gaat helemaal te ademhalen. Ja, het is raar dat je, als ik niet op stil ben, dat je me daarna weer hoort. Griezelig. Nee, grapje. En dan, oké. Nou, klaar. Ik ga het nog wel opvullen met klei, maar dat doen we lekker morgen. Oh. Lekker slapen. Ik wil even de farmer mooi maken. Mooi. Ik
Oh shit, daar moet ik dus voor uitkijken. Daar was ik al bang voor dat ik dat deed. Ja, dit breken. Daar moet ik dus echt voor uitkijken. Oh, een bukje kijken. Oh, dat doe ik het steeds. Waarom buk ik eigenlijk steeds? Jongens, jullie horen dit. Ik doe steeds dingen. Oh my god. Ik breek ook echt alles hier. Alles opnieuw. Laat ik hier nog een keer geheim doorgaan maken ofzo. Ofzo. Dan niet per se geheim, maar dat zit er niet geheim uit. Maar gewoon even een doorgangetje. Ja? Ja, doe ik. Sorry, er komen nu echt heel veel poen uit. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze nieuwe survival mooier gaan vinden dan de vorige. En ik zou jullie zeggen, waarom ik dat hoop? Omdat ik de vorige survival niet zo leuk vond door die hacker en zo. Ik denk dat jullie het wel leuk vonden, omdat het natuurlijk zo spannend was. Maar ik begon een tikkeltje erg te worden, want ik ging voor de opnames even kijken en hij maakte... Ja, een bommetje bij mijn huis. En toen ontplofte alles. En dat was na de opnames. En daar stopte ik ook echt. Met survival. Dus ik werd echt heel gek van. Ik wilde niet dat als dit ontploft. Degene die dit laat ontploffen. Echt. Die krijgt echt een heel groot probleem. Want hier. Ja, mam. Ja, dan heb ik echt super lang op gewerkt. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Dit is deel 2. Later.